Vandaag heb ik voor jullie het portfolio van mijn opleiding. Ik ben begonnen bij mijn moeder en mijn vader. Want ja, die hebben mij natuurlijk gemaakt. Mijn vader en moeder die werden verliefd en die kregen een baby. En dat was mijn zus. Zij heet Colette. Toen werd mijn moeder nog een keer zwanger en toen kwam ik eruit. Ik heet Juliette Kempen en ik ben 17 jaar. Ik zit momenteel op Helikon MBO Eindhoven en ik doe daar een brede dierenopleiding met specialisatie paardenhouderij. Ik heb 3 cavia's en ik heb een hondje, een kooikerhondje en die heet Laika. In mijn vrije tijd doe ik paardrijden. En ik doe behendigheid met mijn hondje. Met paardrijden rij ik op Elke en Alonso. Mijn hobby's zijn ook nog YouTube. En ik heb inmiddels al meer dan 350 abonnees. Mijn stage- en werkervaring. Ik heb stage gelopen in een dierenasiel. Stage gelopen in een dierenpension. Stage gelopen in een manege en een pensionstal. En ik heb gewerkt bij Spotta. En nu loop ik stage bij een zorgboerderij. En dit vind ik helemaal geweldig. Mijn kwaliteiten. Ik ben zorgzaam. Ik ben betrouwbaar. Ik ben creatief. Ik ben eerlijk. Ik ben gevoelig. Ik ben flexibel. En ik ben een doorzetter. En ik hou van humor. Mijn verbeterpunt is dat ik in het begin best wel verlegen ben. Maar naderhand ben ik dit steeds minder omdat ik me dan op mijn plek voel. Deze opleiding. Ik heb veel met dieren geleerd, zoals met paarden en met honden. We zijn paardenwezen scheren, ik kan bandageren, we hebben geleerd hoe je moet knotten. We hebben stalonderhoud gedaan, rassenkennis en natuurlijk ook hoe je een wond moet verzorgen en dat soort dingen. En ik heb vooral geleerd voor mezelf op te komen. En op mezelf blijven focussen. Mijn toekomst zie ik voor me. Want ik ga volgend jaar naar het Koning Willem I College IG met maatschappelijke zorg. Daarna wil ik gaan werken op een zorgboerderij. Of een zorgboerderij zelf oprichten. En dan kan ik mooi mens en dier combineren. Ik wil ook honden gaan fokken en het liefst het kooikerhondje. Omdat ze intelligent zijn en ze zijn gewoon super lief. Mijn motivatie is mens en dier. En ik ben een harde werker. Ik hou ervan om in een teamverband te werken. Ik heb heel veel interesse in dieren. En het lijkt me super leuk. En ik heb veel ervaring. Dit was alweer het einde van mijn portfolio. Ik hoop dat je het leuk vond. Tot de volgende keer. Doei!